Vreugdebeelden na een nieuwe overwinning van Union. Het is de normaalste zaak van de wereld geworden. De goals daarentegen die blijven wel week na week ronduit. Ook strelend. De twee spitsen voor het doel. Nieuwkoop is ook onderweg. En daar is de goal. Voilà. Oh, doorgespeeld. Nieuwkoop met links. Daar is de 2-0. Wow. Union pakt 15 op 15 en staat stevig op kop. Elle peut peut-être se permettre de rêver, mais vous savez, les rêves sont quelque chose qui disparaissent très vite quand vous vous réveillez. Voor de microfoon blijft hij zijn nuchtere zelf, maar wanneer hij de fans gaat groeten, kunnen we Matsu toch betrappen op enige frivoliteit. De best wel soepele dansmoves. Bij titelverdediger Club Brugge loopt het momenteel net iets minder soepel, zeg maar behoorlijk stroef. Mignon is ver uit zijn goal, hij moet trappen met links en doet de goal. Ja. Is dat je weer? Dit gaat er bekeken worden, Frank. Je weet als je als doelman een verkeerde beslissing maakt en je schat die wel verkeerd in, dan betaal je dat. Twee forse misrekeningen van Mignolet die het dan ook moet ontgelden bij de fans. Veel strijd, maar weinig kwaliteit in Jan Breydel, behalve bij de linkerkant. Het betere schilderwerk van Charles de Ketelaar, ook bij Leuven loopt er trouwens eentje rond die een streep kan trekken. Het is een goal, en die gaat erin. Het staat 1-0. Uitstekend getrapt, Xavier Mercier. De toute façon, c'est ce côté-là que je préfère les tirer, donc c'était parfait pour moi. In alle luwte is Oud-Heverlee Leuven al 6 competitiewedstrijden op rij ongeslagen. Ook de dames van Club Brugge waren bezig aan een goede reeks met 7 overwinningen op rij. Maar tegen A-Gent loopt het een eerste keer fout. Meepakken en nu knallen. Ja. Binnen. De Gelamco Arena duidelijk niet de place to be voor Club Brugge. Dit weekend werd ook af en toe de grens van het toelaatbare opgezocht. Op de grens en erover, dit was er nogal over. Bakic en Chalouk in een weinig verheffend onderrondje. En ook achter de kazerne werd het vuile spel niet geschuwd. Is dat geen rood? Vraag ik mij dan af. En dan nog Cercle Brugge, ondanks 2 afgekeurde goals en een karrevracht aan kansen, opnieuw geen overwinning. Zoiets kruipt in de kleren. Dan begin je mij wel wat tegen te steken dat de keeper altijd man van de match is tegen ons. Daar word ik gewoon soms wat pist van. Pist, dat waren ze quasi allemaal op de Bosuil. Eerst Richie de Laat. Er is deze week een paar dingetjes uitgekomen in de krant en zo. Waar ik eigenlijk niet mee kan lachen dat er zogezegd een speler is die had die dingen slecht te vertellen over ons en over onze coach. Daarna Raja Nainggolan, stevige tweet, te veel blabla. Bla. En ook bij Anderlecht waren ze mal content. Als je offensief onmondig bent en je creëert geen kansen, dan kan je ook geen wedstrijd winnen. Heel simpel. Efficiëntie meer dan ooit. Het verschil tussen Antwerpen en Anderlecht. De Great Old nu samen met Club Brugge in de achtervolging op Union.